Toon van Helfteren. Twee wedstrijden in het weekend. Wat betekent dat voor deze serie? Zonder van het mooie weer. Ja, wat betekent dat? Dat betekent alle mogelijke zaken tevoorschijn halen om te zorgen dat je twee wedstrijden op niveau kan spelen. Want normaal gesproken is het twee wedstrijden in zo'n kort tijdsbestek gezien de arbeidsrustverhouding is dat een bijna onbegonnen zaak. Dus los van de tactische zaak, het is de rust, tijd eten, weer rust. Proberen die arbeidsrustverhouding tot een zo goed mogelijk in de praktijk ten uitvoer te brengen. Om, wat ik net al zei, ja, dus twee goede wedstrijden af te kunnen leveren. Maar of dat in de praktijk gaat werken, het afleveren van twee goede wedstrijden, dat is zeer de vraag. Om misschien niet meteen in te koppen van bijna onmogelijk. Ja, raar schema. Ik wil één speler bij jouw team uitlichten, Monta McGee, die eigenlijk aanvallend drie wedstrijden onzichtbaar is. Hoe ga je hem op de rails krijgen? Ik denk, hij is zo ervaren, dat doet hij voornamelijk zelf. Daar komt hij zelf wel uit. En voor de rest, ik praat er een beetje over. En voor de rest niet veel aandacht aan besteden. Want naast zijn aanvallende zaken heeft hij natuurlijk veel meer inbreng voor het team. En die nog steeds van grote waarde zijn. Zo heb ik van de week gezegd van... Ik wacht er wel af, jongen. Het is drie wedstrijden nog niet geweest. Een keer zal dat tot een explosie komen. En dan nemen we dat graag van je aan. Okay. Ja.